Yes, we zijn weer bij een nieuwe aflevering van de Sit-Down. De vorige kreeg heel veel positieve reacties. Vandaag hebben we niemand minder dan Captain Matthew van Tongeren. Dus, 3 punten! We zitten hier met Captain Matthew van Tongeren. Matthew, dank je dat je bij de sit-down wilde komen. Ja, thanks. Allereerst, hoe voel je je? Goed. Ja, tot nu toe goed seizoen. We zijn halverwege en we gaan erg lekker als team, dus ik voel me prima. Net lekker getraind. Ik zag dat de intensiteit daar was. Niemand wil overduidelijk verliezen, is te zien. Oh ja, ja dat, als je aanwezig bent, dan hoor je dat. Je hoort het en je ziet het. Ja. Het gaat er hard aan toe. En wat je zegt, iedereen wil winnen. Ja, dat is mooi om te zien. Bij de sit-down, we hebben natuurlijk met Jet als eerst opgenomen. Er zijn een aantal categorieën en die gaan we gewoon rustig af. We beginnen gewoon met waar ben je geboren en waar ben je opgegroeid? Ik ben geboren in Wageningen, okay. Thuis. En daar ben ik ook opgegroeid, geboren en getogen. Okay. En hoe ben je opgegroeid? Ben je in wat voor gezinssamenstelling? Net iets te veel kinderen, vind ik zelf. vader, moeder, nog steeds gelukkig, samen. Zus en broertje. Okay. Ja. Okay. En hoe ben je begonnen met basketbal? Mijn pa heeft een geschiedenis met basketbal. Okay. Ook op aardig niveau ook. En zo ben ik erin geïntroduceerd. Okay. Hij heeft me vroeger al naar het pleintje meegenomen. En ik weet dat ik ook bij wedstrijden heb gekeken. Dus ja. Ja. Waar ben je begonnen met basketballen? Pluto Wageningen. Okay. Nou, eigenlijk waar ik ben begonnen. Ik heb 2 jaar in Suriname gewoond. Mm-hmm. En toen was er een betonnen veldje bij ons achter. En daar zijn we gewoon begonnen met dribbelen. Okay. Dus daar is het echt begonnen. Daar zit mijn roots. En uiteindelijk Wageningen bij een club, officiële club, Pluto. Ja. Ja. Okay. En had je vanaf het begin nog aan al een beetje het gevoel van, nou, ik heb hier wel talent voor? Of is dat een beetje gedurende de jaren gekomen? Ik vind het fijn om als ik hoorde van mezelf andere mensen zeggen dat ik talent had. Ja, tuurlijk. Dus ik zelf zie het zo niet. Ik ben gewoon blijven hard werken en het is gewoon een struggle, maar ja. ik ben het blijven doen. En om me heen hoorde ik mensen zeggen van, hey, dit kan je best wel goed en wil je hierbij spelen, wil je bij dit team? Daar heb ik geselecteerd, dus ja, dat is... Okay. Wanneer begon jouw eredivisieavontuur? Eredivisie al best wel vroeg in de jeugd, maar bij het eerste in Den Bosch, mm-hmm, was ik 15, 16. Okay. Ja. Okay, en hoe was dat dan om als jongen eigenlijk al in de eredivisie tussen de grote mannen te mogen spelen? Heel leerzaam en overweldigend. Okay. Maar daar pas je best wel snel aan. Ik zat bij een team met Stefan Wessels, die speelde nu steeds, Kees, yeah, Akerboom, Peter van Paasen. En die hebben zoveel informatie. En die hebben wel mij gewoon elke keer wat extra geleerd. Of even een gesprekje of wat dan ook. Dus het was best overweldigend, maar het was zo'n fijn team. Yeah. Ze hebben me zo echt meegenomen in het team ook. Dus, ja, dat was echt een heel leerzaam aantal jaren die ik daar heb gehad, Den Bosch. Okay. En hoe vervolgde die reis zich? Want je bent begonnen dan bij Den Bosch in de Eredivisie. Ja. Welke teams heb je nog meer gespeeld? Ik heb toen Den Bosch heb ik halfjaartje Apollo. Ik wou wat meer minuten maken, dus daar ben ik uitgeleend. Mm-hmm. En daarna ben ik naar Ben Meter gaan spelen. En ik had op een gegeven moment ook best wel het aantal hersenschuddingen had opgelopen. Okay. Dus toen ben ik ook even 1,5 jaar, 2 jaar gestopt. Ik moest er gewoon van recoveren. Yeah. En uiteindelijk heb ik het groene licht weer gekregen om te kunnen gaan. En toen ben ik weer begonnen met... Het bleef wel een jeuken. Ik hou zoveel van het spelletje. 3x3 heeft me ook toen een tijd heel erg geholpen. Mm-hmm. Toen die 2 jaar toen moest recoveren. Ik kreeg gewoon weer plezier in basketbal. En
toen ben ik ook weer bij een Eredivisieclub gegaan in Weert. Okay. En ja, daar heb ik ook echt veel geleerd ook. Radenko is daar nu nog steeds coach. Hele goede coach, fundamenteel heel sterk, tactisch. En daar heb ik het weer opgepakt. Okay. En toen ben ik daarna nog Apollo gegaan. Mm-hmm. En nu zit ik hier bij een heel lekker clubje, Bemmel. En ik heb hier echt naar mijn zin. Ja. Goede staf, goed bestuur en ja, leuke spelers. Ja. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja. Heb je ooit de ambitie gehad om in het buitenland te spelen of was die mogelijkheid er? Mogelijkheid was er. Zeker op jonge leeftijd ook nogal. Maar op een gegeven moment waren er gewoon zoveel blessures. En mijn ouders hebben me uit bescherming hebben ze me in Nederland gehouden. En dat neem ik ze ook niet kwalijk. Dat was een heel wijs besluit van ze. Natuurlijk. Want ik als kind wil je alleen maar basketbal. Zeker. Dus dat was inderdaad, Italië was een van, Amerika was ook weer ook een van. Maar ja, het gewoon hersenschuddingen, knie, zware knieblessure. Ja, dat stapelt op. En helaas niet van gekomen. Maar ik denk ook niet meer echt meer aan. Ik wil gewoon basketballen en ik kijk wel waar het me brengt. Ja. Oké. Okay. En als je een keuze zou mogen maken tussen een topteam in het buitenland ergens of college in Amerika, wat zou je dan kiezen? Wat ik zelf heel belangrijk vind, en misschien een beetje saai, maar ik vind het heel belangrijk om met de coach te praten. Mm-hmm. Ik wil weten wat zijn visie is. Daarnaast vind ik ook het bestuur. Wat is de visie van het bestuur? Waar willen ze naartoe? Willen ze in de Eredivisie blijven of willen ze in de league blijven? Nee, ik ben gemotiveerd. Ik wil voor ambitie gaan. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Ja. En daar, gebaseerd op dat, dan zou ik een keuze maken. Amerika vind ik hartstikke leuk, maar een top in Europa. Voor mij gaat het om van hoe willen ze mij gebruiken en waar willen ze naartoe werken. Dat vind ik belangrijk. Oké. Okay. Ja, je had het net ook al even over 3-3. Natuurlijk, weet je, basketbal, maar toch een hele andere kant van basketbal eigenlijk. Hoe vond je dit zelf? Wat ik dus eigenlijk al zei, ik ben 2 jaar gestopt en het was best wel zwaar voor mij, vond ik zelf. Ja. En 3x3 heeft me toch wel echt dat moment gegeven dat ik weer plezier erin kreeg. En dat ik fanatiek van werd. Het begon gewoon echt weer te jeuken tot sport. En je ziet ook, 3x3 is gewoon echt een grotere sport geworden. Ja, zeker. En ik denk dat het voor Nederland belangrijk is. Qua reclame die het krijgt, basketbal. Dus voor mij was het heel belangrijk. Ja. En het heeft me ook, denk ik, ook een betere speler gemaakt. Oké. Ja. 3-3 of 5-5? Oh, die vind ik echt wel lastig. Vind ik echt wel lastig. Met 3x3 ben ik ook echt veel meer over de wereld geweest. Mm-hmm. Het is echt een community waar ik echt van hou. 3x3 community is echt een toffe community. Maar 5-5 is ook... Ik kan hier geen keuze maken. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik ga hier geen keuze over maken. Beide vind ik geweldig. Ja, nou, dat lijkt me ook een hele lastige keuze om... Vooral om de tactisch. Ik vind allebei tactisch vind ik het heel leuk. Dikkie heeft een heel ander tactisch basketbalgedeelte dan 5-5. En beide vind ik het geweldig. Ja. Oké. Okay. Ja. Heb je een moment, een basketbalmoment, dat je altijd bij zou blijven? Ik denk meerdere. Eerste keer geselecteerd voor Nederlands team in de jeugd. Mm-hmm. Dat was een mooi moment. Ook met mijn pa was dat samen. Dus dat was, vond ik echt een mooi moment. Eerste buitenlandse toernooi met 3x3. Ook ja. Dat was met een paar gave gasten, waaronder jij. Dus dat was echt een leuke trip. Roemenië, 3x3, brons. Mm-hmm. Hele toffe groep hadden we daar. En daar hebben we echt iets moois neergezet. En ook, ik denk ook dit seizoen. Ik vind dit seizoen is ook een mooie stap, want ik zie meerdere clubs in de Eredivisie. Ja. En ik denk dat we nu hier iets aan neerzetten zijn in Gelderland. En voor mij vind ik dat ook een belangrijk punt in mijn leven. Ja, ja. Nee, dat snap ik. Was Lugano echt je eerste, laat maar zeggen, buitenlandse trip? Ja, Lugano was echt de eerste echte buitenlandse trip. Oké, okay, nice. Ja. Nou, dat was zeker vet. Oké, nou gaan we het even hebben over jou als speler zijnde. Welke positie speel je? Ik ben begonnen met meer 2-3 in de jeugd. En op dit moment ben ik eigenlijk op meerdere plekken inzetbaar. Het is ook in de Eredivisie.
ben ik voor meerdere plekken inzetbaar. 2, 3, ik speel nu veel 4. Mm-hmm. En als we echt small ball spelen, kan ik zelf in principe met mijn lengte hier ook 5 spelen. Ja. Voor mezelf speel ik het liefst 3-4. Oké. Okay. Ja. Okay. En hoe zou je jouw speelstijl omschrijven? Allround. Ja? Ja. Ja, ja. Ik, van veraf kan ik erin peren. Mm-hmm. En inside kan ik opposten. Dus dat is, ik denk dat het ook wel belangrijk voor mijn game is. Ik kan ja. In transitie kan ik inside vragen. Daar heb ik meestal een kleine man gelijk achter me. En dan kan ik hem opposten. En ik, op dit seizoen ben ik ook meer gefocust op de defense. Oké. Okay. Ja, ik, daar haal ik ook echt mijn energie uit. En ik denk dat dit seizoen is mijn bijdrage voor het team is ook echt defense. En ik haal echt plezier eruit ook. Dus, ja. Oké. Okay. Als je jouw speelstijl zou mogen vergelijken met dat van een NBA-speler, met welke speler zou dit dan zijn? Oh man, man, man. Ja, ja, ja. Ik heb meerdere favoriete basketballers, dat sowieso. Want ik vind, om één iemand te kiezen, daar hou ik niet echt van. Maar een speler waar ik echt van hou, is ook Kevin Garnett. De intensiteit waarmee hij speelt, de plezier waar hij mee is. Hij communiceert ook veel en dat vind ik ook belangrijk. Ik denk als je ook kijkt in ook dit seizoen, zie je dat ik met intensiteit speel. Communicatie is een van mijn factoren en coaching in het veld. Dus Kevin Garnett. Oké, nou vind ik een goede keuze. Dus denk ik niet echt een hele voor de hand liggende keuze. Nee, voor, daarom, ja, daarom. Voor ja, deze generatie. Maar ja. Ja, ik hou heel erg van zijn intensiteit ook. Ja. Ik zeg voor de mensen die niet weten wie Kevin Garnett is, zoek hem op. Ja. Het is echt een leuke speler om naar te kijken. Ja. Ja, leuke highlights heeft hij ook. Zo. 100%. Heb je liever de game-winning shot of een game-saving block/steal? Block/steal, oké. Okay. Ik denk. En de game-winning shot is in de buzzer. Oeh, wauw, wat doe je me aan? Beide. Ik hou van defense. Dus ik, ja. Maar ik moet ook zeggen, ik heb al een paar keer in de buzzer zo'n game-winning shot gehad. En dat is ook wel lekker. 2 punten achter. Voor een 3 punten? Ja, ik ga voor die. Ja, sowieso. Nou. Ja? Ja, game-winning shot. Ja, ja, het is ook wel een beetje waar elke basketballer zich dan dat oefent. Weet je, zo'n 3, 2, 1 en dan. Tuurlijk. Damian Lillard tegen Paul George, die? Oef, yo. Come on, dat is heerlijk. Ja, die deed echt. Wauw. Ja. Ja, precies. Ja. Een afzet. Maar echt. Oké, okay, wat is iets waar je zelf nog beter in zou willen worden? Beter. Ik hou sowieso niet van om stil te zitten. Of dat ik geblesseerd raak. Of dat je, en dan moet je, loop je weer achter. Of, weet je, stilstaan daar hou ik niet van. Ik ben eigenlijk altijd bezig met soort van verbeteren. Ja. Laatste tijd ben ik ook vooral met corona ben ik veel boeken aan het lezen. Okay. Wat ik sowieso al leuk vind om te doen. Maar ook over leiderschap. Over dingen, ja. Dat je eigenlijk niet op het basketbalveld echt het soort van ontwikkelt. Misschien heb je het al. Ja. Maar ik vind het leuk om te lezen. Biografieën. Zulke dingen. En creëren vanaf de dribbel. Ja, daar ben ik ook mee bezig. Ja. Oké. Als je 1 ability zou mogen kiezen van de NBA-speler. En dan ga ik voorbeeld noemen Kawhi's defense. Steph Curry's 3-point shot, Zach LaVine / Aaron Gordon's jumping ability, De'Aaron Fox zijn snelheid, Steve Nash zijn court vision. Ja. Welke kies je en waarom? Sean Marion Scott. Nee. Voor de mensen die niet weten wie het is, zoek het op. Ik laat het nu zien, maar nee, dat is echt niet. Even kijken. Mag ik ook gewoon LeBron James lichaam hebben? Dat vind ik wel echt, dan heb je gewoon zo'n beetje. Maar dit is die staf, dat is te veel gelijk. Dat is niet goed, weet je? Nee, ability, weet je. Ja, precies. Ik denk. LeBron James leadership. Oké. Ja. Dat vind ik een mooie. Ja, ik denk. En ook gewoon een beetje gewoon het basketball. Als ik met iemand met basketball over wil praten, zou LeBron ook een van de spelers zijn. Oké. Ik zou heel graag informatie met hem willen.
Dus, ja. Oké. Kijken naar de huidige NBA-teams. Welk team zal je joinen en waarom? Sowieso niet de Brooklyn Nets. Ik krijg die bal nooit. ik denk Lakers. Lakers lijkt me ook echt een leuk team om te joinen. Gewoon een leuk team. Mm-hmm. En anders een team met gewoon jonge gasten. Ik weet niet, Boston Celtics of zo. Lijkt me ook wel een leuk team om. Je zegt Lakers. Ja, ja. En daarna zeg je Boston Celtics. Zo van een van de grootste rivalries ooit. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, Miami Heat vorig jaar. Ja, dat was ook nog steeds dit jaar trouwens hoor. Mij maakt niet uit, het gaat gewoon om de culture. Lijkt me ook echt een leuk team. Gewoon een leuke training om bij te wonen, om gewoon echt hard te gaan. Maar ik moet kiezen natuurlijk. Ja, Lakers. Oké. So you're going for the championship and learning from LeBron. Ik heb een ring nodig. Snap ik. Je hebt het al een beetje gezegd, maar wie is je favoriete NBA-speler en waarom? Of all time? Oké, maar kijk. Dan zou ik eigenlijk wel voor Michael Jordan gaan. Ja, toch wel? Ja, toch wel voor Michael Jordan. Kijk, Kevin Garnett vind ik ook gewoon een leuke speler, want daar heb ik gewoon best wel veel dingen van gepakt. Gewoon qua intensiteit en gewoon plezier hebben. Ja. Maar Michael Jordan, omdat ik heb vroeger met mijn pa gewoon naar Michael Jordan gekeken. Hè. Er was zelf nog videotapes. En dat is... Ja, hij moet een keertje een game laten zien. Mm-hmm. En kijk even op Michael Jordan en ik zeg van oké, cool. En ik zei van, en wat denk je? Ik zei van, hij speelt helemaal niet zo lekker. Stat sheet 19, 7, 6. Gewoon omdat hij kleine puntjes ergens haalt, rebounds, assistjes. Ja. Best wel een saaie wedstrijd, maar hij zorgt er wel voor dat zijn team wint. En dat, ik vind hem echt een hele goede speler. Leuke speler om te kijken. Ja. Oké. Wie is de GOAT? Ja, jeetje man. Ja, dit is een vraag. Hè? Heeft Jet ook al eens vragen gekregen? Jet heeft alleen de GOAT niet. Tof. Maar ja, GOAT niet? Okay, die stel ik aan jou. Begrijpelijk. Op dit moment heb ik vind het ook een beetje, het is ook een generatieding. Het is ook lastig om te zeggen. Elke generatie heeft ook zijn GOAT. En je kan het feest niet vergelijken. Kom op, je hebt echt zieke centers en je hebt I know. Guards. Oké, ik zeg Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Michael Jordan. Ja, In die volgorde ook? Ja. Nee. Ook zeker niet in die volgorde. Oké, dat is dus... GOAT is, laten we zeggen, algemeen, maar jouw GOAT. Dus waarvan jij denkt van, oké, dit is voor mij de GOAT. En dan zou je voor Michael Jordan gaan. Ja, Michael Jordan. Oké, die heeft toch die edge over Kobe en LeBron. Hey, ja, dat wil ik niet zeggen. Ik kan niet kiezen. Maar Michael Jordan. Ik zeg gewoon Michael Jordan nu. Laten we het niet meer over hebben. Oké. Ja, dat was de laatste vraag hiervan. Dus, je hebt je aangesloten bij Yoast United, een gloednieuw team in de Eredivisie. Wat is de reden dat je uiteindelijk hier naartoe bent gekomen? De reden is... ik kwam hier al met een gesprek. Dat gesprek was heel fijn met het bestuur en de coaches. Ze hebben me laten weten wat ze willen en dat ook wat de toekomst is. Dat vond ik gewoon een heel tof idee. En daar wou ik gewoon een deel van zijn. En je ziet ook, we zijn alleen maar spelers gekozen die ook voor dezelfde visie wilden gaan. Ja. We zitten allemaal op dezelfde lijn en ik denk dat je dat ook ziet in het resultaat. Ik ben ook in principe van plan om hier lang te blijven. Ik denk dat de fans blij zijn om dat te horen. Ja, kijk, we zijn hier aan het bouwen. En als we zoveel mensen kunnen laten blijven en kunnen blijven eraan te werken, ik denk dat we echt iets moois kunnen neerzetten in 3-5 jaar. Ja, ja nee, zeker. Wat vind je van het team? Ja, sukkels. Nee. Iedereen 1-1. Goede gasten. Ja, kijk, we gaan hard op training. En af en toe is er even een opstootje. Maar als de training is afgelopen, zijn we allemaal cool. Ja. Weet je, en ik denk dat is topsport. Zeker. Op het veld vecht je het uit. Naast het veld zijn we gewoon maten, vrienden, familie. Ja. Dus zo zie ik het ook. Oké. Wat vind je van de coachingstaf? Damn.
wat moet ik zeggen? Popovic. Met wie ga ik vergelijken? Phil Jackson. Ja, goeie. Goed. Ja, ja zeker. Coach Matthews is nu ook bezig met het nationaal team. Ja. Ik denk dat hij daar heel veel leert en dat hij daar ook echt een bijdrage kan leveren. En is hij weer terug, ja, dan zijn we hier weer aan het vechten, aan het beter worden. Dus het is een perfecte staf met de juiste spelers. Ja. Ja, goed aansluiten. Ja, nou ja, ik heb laatst, ik weet niet wie dat zei, maar volgens mij was in die nieuwe app Clubhouse. En toen zei iemand van een ander Eredivisie team van, ja, weet je, dat Joost is echt super leuk om naar te kijken. Maar het klopt ook. De coach en de spelers. Het klopt gewoon zoals ze spelen en zo. En ja, ik denk dat we dat ook wel zien aan de resultaten die we uiteindelijk leveren. Dus ja, ik denk dat dit wel zorgt dat je dit kan behouden en volgend jaar. Ik denk helemaal gelijk. Degene die dat zei, top. Ik weet niet meer wie het was, maar ja, weet je, ik hoor dat ook van ja, de coach en de spelers die zitten gewoon zo op één lijn. Ja, ik vind ook wat ik fijn vind aan de coachingstaf is, zij geven het gewoon precies hoe het is. Ja. We gaan er niet omheen draaien. Dat is heel Nederlands, eromheen draaien. Een beetje voorliegen. Nee, als je iets verkeerd doet, moet iedereen het horen. Ja, ik ben een van de oudere Jesse ook. Amerikanen zijn een van onze topspelers, maar ze krijgen het gewoon te horen als ze iets verkeerd doen. En daarom is het ook zo open, eerlijk en juiste communicatie. Dat is, ja, dat is fijn. Ja. Wat is jouw rol binnen het team? Ja, een beetje bidons vullen. Een beetje. ik denk, we hebben een paar jonge gasten, die wil ik er heel graag bij betrekken. Ik denk dat het heel belangrijk is ook voor de toekomst. Ja. En ik denk dat ook daar ook de toekomst in zit, in die jonge gasten. Ik denk dat ik ook veel aan het coachen ben naast het veld en ook op het veld. En daarnaast wil ik ook zelf gewoon een bijdrage leveren aan het basketbal. Kijk, ik kan voor mezelf kan ik een goede wedstrijd spelen en heb ik amper gescoord. Maar dat ik gewoon nog steeds een bijdrage heb geleverd aan de winst. Ja. Want dat willen we. We willen winnen. Zeker. Moet ik meer punten scoren om het... het gaat niet helemaal lekker. Prima. Dan doe ik dat. Ik denk dat mijn bijdrage is. Kijken wat nodig is voor het team. Oké. Jullie staan nu vierde in de competitie. Ja. Vijf wedstrijden op rij gewonnen. Ja. Ik denk dat niet veel andere teams... mensen dat hadden gedacht dat Joost United het zo goed zou doen. Mooi zo, dat motiveert ons. Ik vind het natuurlijk heel mooi, want je leest de comments op jullie team van Joost United doet het eigenlijk best wel leuk en eigenlijk heel goed. Ja. Jullie gaan als nieuwkomer ook al in de strijd voor de Elite A. Hoe voelt dat? Eigenlijk gingen we gingen ervoor... het beste wat we uit het team konden halen. Ja. Dat was, natuurlijk zijn we samen topsporters, dus we willen allemaal zo het beste mogen, het beste dat er is. Maar het fijne is, het bestuur gaf ons geen druk. Ja, Weet je, we waren nieuw in de league, dus er was geen druk. En ik denk dat we daardoor ook heel vrij kunnen spelen. Ik denk dat we ook dat je dat ook terug ziet in het spel. Mm-hmm. En dat gevoel geeft de coachingstaf ons ook. En daardoor kunnen wij ook het resultaat laten zien dat we nu laten zien. En we gaan zeker voor die A. Ja. Ik denk dat is uitgesloten. Daar gaan we gewoon voor. Ja. Oké. Je hebt natuurlijk al wat meer ervaring in de DBL. Wat vind je van het niveau en de competitie opzet is met de Elite A en de Elite B? Want was dat afgelopen seizoen ook al? Of? Ja, dat komt door corona. Dat was eerst niet. We hadden gewoon een play-offs. Mm-hmm. Natuurlijk willen we dat liever. Maar kijk, ik denk dat iedereen, als je het vraagt iedereen, ik denk dat iedereen blij is dat we tenminste kunnen spelen en dat er een opzet is. Ja. Dus ik denk dat we eigenlijk niet zo erg over hoeven te zeuren. Speel gewoon. We moeten tegen iedereen één keer. Ja. Dus eigenlijk, bij elke wedstrijd heb je een soort van opzet. Er kan altijd iets gebeuren. Dat is ook het mooie ervan. Zeker. Mij hoor je niet zeuren. Ik denk dat we gewoon wat moois moeten neerzetten. En als we dan die Serie A, als ze erin zitten, heel mooi, dan kunnen we weer wat laten zien. Ja. Oké. Komend seizoen, de Benen League. Het heeft nog geen officiële naam gekregen. Maar ja, klopt. Wat denk je dat dat voor impact gaat hebben op het basketbal, voor Nederland in ieder geval? Lastig. Ik weet niet hoe de...
Ja, hoe dat gaat. Ik kan er niet echt een uitspraak over maken, want ik weet niet precies hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar als, ik denk misschien als het goed gecommuniceerd is en als alles goed gaat, ik denk dat het financieel gezien is. Ik denk dat de teams in Nederland kunnen wat meer reclame krijgen. Ik denk voor mij is ook tv. Hoe zeg je dat? TV-gelden. Gelden, ja. Ik denk dat dat heel goed gaat doen voor Nederland ook. Het is jammer dat dat nog niet eens is, laat ik zo zeggen. Dus ik denk dat we hier iets moois mee kunnen doen. Ja. Ja. Oké. Nou ja, de laatste categorie. Eigenlijk snelle vragen, maar ik denk dat je over sommige wel even moet nadenken. Ja, dacht ik al. Oké, stel je voor, je gaat een avondje slash nacht, hier is nacht, maar NBA kijken met wat vrienden. Wat kan niet ontbreken qua eten? Wat kan niet? Ontbreken qua eten. Dus wat voor voedsel moet er zijn? Jesse zegt het al. Nachos. Nachos? Ja. Voor hem dan, want ik vind het lekker om gewoon komkommer. En winterpeen met hummus. Oké, jij bent op die fitlife. nachos. Ja. En sushi. Huh? Ja, sushi. Oeh, goeie keuze. Ja. Als je niet zou basketballen, welke sport zou je dan doen? Ik denk ook een zaalsport, want mijn ouders wouden gewoon niet buiten gaan staan in de regen. Snap ik. Dus... Korf, nee. Jeetje, nou, ik hou van Amerikaanse sport, dus ik zou echt wel iets van American football gekozen of baseball of zo. Oké. Dus ja, sorry voor mijn ouders dan, maar ja, dan wordt er in de regen staan. Oké. Wat is je favoriete film? Four Weddings and a Funeral. Ja, die ga ik kijken vanavond met mijn vriendin. Oké. Dus dat is echt mijn lievelingsfilm. Nee, ik, ik zeg... Space Jam. Oeh. Space Jam vond ik echt leuk vroeger. En Coach Carr, die heb ik echt 10.000 keer gezien. Dus die zelf basketbalkampen, al die dingen. Dus Coach Carr ook, ja. Oké. Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken? Basketbal nachos. even kijken. Wakker maken. Lastig, liever niet. Laat me lekker slapen eigenlijk. Echt waar. Ja, maar stel je voor, we zouden langskomen. Ja. Waarmee moeten we dan aankomen, zodat je niet boos wordt? Ja, precies. Lastig. Ik denk gewoon voor een goede avond. Goede avond stappen, met vrienden. Gewoon even in een beetje poelen, een kroegje. Ja, daar kan je me wel van wakker maken. Maar niet te vaak. Nee, dus, maar we kunnen dus om 2 uur 's nachts bij jou aankloppen en zeggen van, yo, we gaan even lekker... Zeker na een wedstrijd die we hebben gewonnen. Oeh. Prima. Zaterdagavond. Goed doen. Ja, kunnen we doen. Ja, ik kan niet wachten tot we überhaupt weer... Daarom, hè? Ja, precies. Wat is je favoriete serie? Ik ben nu bezig met Supernatural. En dat ding is echt 15 seizoenen lang. Oeh. En we zijn al bij seizoen 9. Dus ik zeg nu Supernatural. En anders... dat is echt oldschool, hè? Ja, zeker. Of Game of Thrones. Oké. Vond ik ook nog wel een leuke... Zonder het laatste seizoen, neem ik aan? Sorry? Zonder het laatste seizoen dan? Nee, wel. Ik ben wel gewoon een volhouder. Ja, dus ook wel het laatste seizoen. Ook al was het een beetje... Ja, laatste seizoen was niet zo, nee. Nee. Maar ja, Game of Thrones, ja. Oké. Welk nummer moet in jouw Spotify playlist staan? Ik denk sowieso J. Cole. Ja. Dat moet sowieso. Dat is. Ja, dat vind ik echt. Die heeft een paar lekkere bangers. J. Cole. J. Cole. Ja, that's it. Maakt niet uit welk nummer. Nee, maakt niet uit. Oké. Okay. Daar kan je ook maar voor wakker maken. Oké. Okay. Ja. Wie is de most underrated artist? Damn. Ja. Hoe bedoel je quick question? Ja, ik zei bij sommigen moet je nadenken. Artist. Ja, die vind ik lastig, man. Dat, die kan ik niet zo zeggen. Mijn broertje is ook een rapper trouwens.
heeft ook wel wat. Young Intellect. Zoek hem op. Spotify, Young Intellect. I got you, Dylan. I got you. Hij, zoek hem op. Underrated rapper. Ik zeg okay. het je. Oké. Okay. Ja. Most underrated NBA player. Brandon Knight. Brandon Knight. Ik denk Brandon Knight, omdat hij heeft een paar enkelbrekers gekregen. Het is zo hard op hem gedeukt. Open lips. Maar vergeet niet, hij kon best wel basketballen. Hij had voor mij op een gegeven moment gewoon 20 punten per game, wat dan ook. Maar ja, hij kon zeker basketballen. Het was gewoon de highlights die tegen hem waren. Ja. Ja, damn. Brandon Knight kon spelen alleen. Ja. Oké. Okay. Wie is je favoriete acteur? Jesse Markussen. Ik zeg het je, ook als een film kijkt en zegt van, hé, die rol kan ik ook spelen. Ik zeg het, doe het dan. Maar ja, Jesse Markussen. En... Leonardo DiCaprio. Oké. Okay. Dat zijn ook wel twee namen die best wel dicht bij elkaar liggen dan. Precies. Jij begrijpt het best. Jij begrijpt het. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Wolf of Wall Street. Hij was goed daar, hoor. Ja. En Jesse zei toen ook al van, die kan ik niet ook spelen. Ik zei, damn, yes, dat klopt. Oh, ik zal geld betalen om dat te zien. Ik weet het, ik ook. Oké. Okay. Wie gaat Rookie of the Year worden in de NBA? NBA, oké, klopt. Ja. Oké. Anders zou ik mijn man Bobby Berghuis zeggen. Rookie of the Year, NBA. Bal. Damn, man. Dat duurde lang. Ik was aan het nadenken. Ja. Jongen drop stats. Ja, ik denk... LaMelo Ball. LaMelo Ball. Ja, wat hebben we anders dan? James Wiseman die doet het wel oké. Hij doet leuke dingen. Hij zit ook in een leuk team ook. En ja, maar ja. Ball, no Ball. Question. Ja, sorry. We hebben het over. Ja. Wat is je levensmotto? Levensmotto. You only live once. Oké, heel cliché. Okay, Drake, ik moet zeggen, heel cliché. Maar het is wel zo. Ja. Dus als je denkt van, ik ga de NBA halen, maar je bent aan het slacken. Gast, je hebt maar één leven. Ja. Je moet het nu gaan waarmaken. Klaar, bam. En dan kan je met alles doen. Carrière. Of je hebt dat land wil gaan zien. Maar je doet het maar niet. En dan heb je, bam, kinderen. Damn. Weet je? Dus doe het nu. Je hebt echt maar één leven en ga ervoor. Ja. Oké. Okay. Matthew, dankjewel dat je de sit-down wilde joinen. Nee, dankjewel. Jij best. Jij dankjewel. Jij. Ja, nee, het is altijd leuk. Gezellig. Ja. De volgende sit-down gaat met coach Matthew worden. Die werd al redelijk voor aangevraagd. Maar jij mag bepalen wie er daarna gaat komen. En jij hebt het denk ik aan het begin van de sit-down al gezegd, maar... My man, my one and only. Hij shined over there. Jesse James Markussen. Ja, die wil ik echt horen praten, ja. Oké. Okay. Ja, echt leuke dingen om te zeggen ook. Oké, okay, nou als je wat insight informatie geeft, dan kan ik jou DiCaprio. Ja. Oké. Okay. Ik heb het je wel vaker gevraagd, maar is er nog iets wat je tegen de fans wil zeggen? Fans. Leuk dat jullie. We hebben echt een leuk mediateam. Hey, jullie allemaal. Ze droppen leuke dingen, dus blijf kijken. En ik hoop dat eindelijk kunnen gaan we spelen. En ik hoop dat jullie bij de wedstrijd kunnen zijn. En we zeggen dat elke keer weer, maar het is gewoon zo. Het is leeg hier. We proberen wat moois van te maken, maar we hopen echt dat het net. Vorig jaar hebben we wat wedstrijden gezien van Dolphins. Ja, het was packed. Dus die energie die willen we terugzien. Dus ik hoop jullie snel terug te zien. Ja? Oké, top. Dankjewel, man. Hey, thanks.